Die is weggegaan. Ja, gast, sterk.
Wat wij gaan doen? Ja. U verstaat gewoon niks? Ja hoor. Oké. Okay. Ik ga het nog een keer herhalen voor u. We gaan zitten. U hoeft uw rechterbeen helemaal niet te gebruiken. Dan gaat u met uw linkerbeen gaat u ons ondersteunen. En gaan wij u tot staan brengen en u op de bureaustoel neerzetten. Ja, ik doe. Dus rechterbeen niet bewegen. Blijf u maar rustig zitten. Ik help u wel. Maar ik zou naar rechts staan, naar de muur. En ik schroef de zaal. En maar zo de bureau staan, die staat dicht nog achter me. Ja. En dan kun je een beetje aantrekken. En dan kunnen we weer door met ons twee keer weer omhoog gaan. Gaat het nog, mevrouw? Ja, maatje. Fijn. Oh, dat ja. Mag u met uw rechterbeen, mag u gaan helpen tot staan? Zullen we het zeggen? Ja, met de drie. Ja, dat snap ik. Maar als u daarna zit op uw bureaustoel, dan houden wij je vast. Ja? Dan gaan we op drie gaan we staan. 1, 2... 3. U zit op de stoel, mevrouw. Gaat u maar rustig rechts zitten. En dan gaan we zo richting de lift. Heb je nog ademlucht nodig? Wat zei je? Laat het in het veld bovenkomen. Die gaan in dat. Met het gezonde been. Slechte bijna ondersteunen, zo gaan we naar de. U mag uw armen over elkaar houden, mevrouw. Wilt u nog even vrongen dat het schoon de ruimte is, hoor? Ik probeer met een goede been onder de. Mevrouw, dat is vrij. Mevrouw. U
mag met uw linkerbeen uw rechterbeen ondersteunen, zodat uw rechterbeen minder pijn doet. Ik ben bij u. Blijft u maar rechter zitten, mevrouw. Mevrouw, probeert u maar rechts te zitten. Dan maakt u het ook wat makkelijker voor ons. Het is gewoon een ruimte, Marcel. Kijk, nu wordt het even wat lichter, of niet? Wij zijn klaar voor het rapport. Ja, ik ga ook net een 10 minuten wat krap aan de achterkant. Ik heb nog gezet, hij komt er weer in. Gaan we hier een beetje later heen al? Ja, dat wijst van. Kijk of we de deuren open kunnen. Nee, die staan al aan, maar dan ga ik maar niet naar boven. Goed, check. Ja,